Hallo. Ja. Hallo meneer de burgemeester, dank u dat we u mogen interviewen en dank u dat je tijd nam. Dat is heel graag gedaan. Ik vind het alleen een beetje vreemd dat we dat buiten gaan doen, maar als dat voor jullie oké is, is dat voor mij ook goed. U wou in de politiek gaan, maar waarom wou je in de politiek? Dat is een heel lang verhaal. Om eerlijk te zijn, weet ik zelf niet meer echt hoe dat ooit begonnen is. Maar waarom, dat is wel heel duidelijk voor mij. Dat is omdat ik altijd in Wassenaar gewoond heb. En ik vond hier altijd heel fijn om te wonen. Ik wil daar zelf dan ook voor zorgen dat dat ook voor de kinderen in de toekomst, die dan ook weer later groot worden en dan de kinderen daarna, dat iedereen ook in de toekomst heel graag een heel goede Wassenaar zou kunnen wonen. Wat heb je gezegd of gedacht toen je wist dat er zoveel mensen op je hadden gestemd? Ik was verbaasd, want ik wist niet goed wat ik moest verwachten. Ik had 6 jaar geleden ook al meegedaan met de verkiezingen en toen ben ik gekozen voor het Schepen, maar toen stond ik ergens op de 17e plaats op onze lijst, dus redelijk achteraan. Dus het was zo, ja, wat moet ik verwachten? Ik had stiekem gehoopt van meer dan 1000 stemmen te halen en het waren er 1161 als ik het nog goed voor heb. Dus dat was beter dan mijn startste verwachtingen en ja, dat was ongelooflijk. Maar dat ligt ook wel een beetje druk op de schouders, want dat wil zeggen dat de mensen toch wel in mij geloven ook. En daar wil ik me nu nog altijd elke dag heel hard aan. En hoeveel vakantiedagen heeft u? Ha, in principe kan ik dat zelf niet aan de burgemeester. Het is niet zo dat ik vaste werkuren heb. Maar als je goed wilt doen voor iedereen en je werk goed wilt doen, dan komt daar niet zo heel veel vakantie bij kijken. Ik moet het vooral heel goed op voorhand kunnen plannen al. Want de mensen hier op het gemeentehuis, die kunnen altijd in mijn agenda. Dus die kunnen er altijd afspraken inzetten. Zo hebben ze ook gekeken of dat ik tijd had om jullie hier vandaag te ontvangen. En daar had ik tijd voor. En heeft u wel eens een vakantievisie gehad? Nee. Jammer genoeg niet, maar ik heb geluk. Ik heb hier een vriendin in Wassenaar. En die gaat nu ook met mij altijd mee op vakantie. Dat is zeker zo goed. En heb je al eens de film Grease gezien? Welke film? Grease. Nee. Thank you.
deze film? Ja, ik ben een beetje gegeneerd, want ik ben waarschijnlijk de enige die Grease nooit gekeken heeft. Ik ken het verhaal wel een beetje en ik heb dat hier heel mooi gezien. Ik ben ontzettend verrast. Jullie hebben dat allemaal prachtig gedaan. Ik weet niet hoe ik erop moet zeggen, dat is gewoon fantastisch. Ja, dank je om te zijn. Dat is heel graag gedaan. Zo mogen jullie altijd terugkomen. Super bedankt voor dit.